Als ik je zie, dan ben ik een beetje verliefd. Nee, dit mag nooit overgaan. Naar de Jopie Parlevliet Show. Ik heb er ongelooflijk veel zin in. Het is een leuke show. Je kunt er lachen. Het is er gezellig. Het is anders dan anders, heb ik me laten vertellen. Het is helaas heel druk op de weg. Ik ben ondertussen al ruim dik een uur aan het rijden. File. En dan weer stoppen. Weer file. Weer stoppen. Nou, het is niet echt... ik zeg van nou, het rijdt lekker door. Maar... nog een kleine 15 kilometer en dan ben ik er. En dan gaan we eens kijken wat we gaan meemaken bij de Jopie Parlevliet Show. Dus volg het allemaal lekker in de vlog. En dan gaan we eens kijken waar dat schip gaat stranden vandaag. Prachtig nieuw decor. De Jopie Parlevliet Show. Nou, er is een lift daarboven, daar mag ik straks vanaf komen. En dan huppakee, hier gaat het interview plaatsvinden. Prachtige nieuwe zetel. Gloed, hagelnieuw. Iedereen is nog druk met het klaarzetten, het repeteren. Cameramannen die nog druk van alles hier filmen. En ik mag hier straks zelfs even een nummertje komen zingen. Strikvragen gaan er waarschijnlijk ook nog gesteld worden. Het is dik voor elkaar. Hier. Chocolaatjes, alles lichter. Ja, ondertussen ben ik lekker buiten. En... ja, ik weet niet hoe het komt, maar overal waar ik kom, jullie zien het zelf op al mijn vlogs. Het is altijd dik voor elkaar. En dan denk je van, kan dat nog gekker? Ja, dat kan nog gekker. Kijk maar eens hier gewoon wat hier allemaal geregeld weer is. Carpaccio. Wat is dit ook alweer? Caprese, om zo maar even wat te noemen. Toetjes. Zit hier allemaal in. Satéetjes, hamburgers, we hebben hier heerlijke scampi's. En ik leuke dames. Ik ben van jou, Claudia. Leuke dames. Ook nog kusjes van krijgen. Tuurlijk. Kan het nog gekker? Het is dik van elkaar, hè? Dacht ik. Dat wou ik zeggen. Oh. Maar ik ga gezond doen. Ik ga gewoon wat gezond nemen. Ik pak wat... Hoe heet dat spul hier? Dit is, wat zijn dit? Dan ga ik gewoon wat van nemen. Niet al te veel natuurlijk, want het moet ook niet al te gezond doen. Ook niet echt doorslaan in de gezondheidstoestanden. Caprese erop. En heel beschaafd en bescheiden. Een satéstokje zonder saté. Wil je die frikandellen niet hebben, Frans? Nee, dank je. Nou, het zit weer top voor elkaar. Bedankt je. Ja, en dan gaan we even wat eten en dan gaan we dadelijk lekker de show in. Ik heb er echt heel veel zin in. Ik ben benieuwd. Jopie Parlevliet. Wat gaat hij allemaal voor vragen stellen, hè? Die weet je gewoon niet. Dat zijn nou van die shows... dan kun je van tevoren niet bedenken wat er gaat gebeuren. Dus spannend. Kijk op de achtergrond. Robert en Brink is ook net gearriveerd. Doe me denken aan mijn beginjaren. Daar is eigenlijk alles mee begonnen. Hè? All You Need Is Love. Ik zie mij nog. Ik was 17, 18 jaar. Van die trap afkomen. Twee Diana's. Eerst in zo'n camper. Kreeg een band te zien. En dan loopt hij. Gewoon live. Komt hij lekker ontspannen aan. Hey, wat is nou het geheim van een goede saté? De marinade. Want hij was heel goed, hè? Als ik hem een cijfer zou moeten geven, dan vind ik deze saté toch zeker in de top 5 belanden. Ja. En dan minimaal in de top 3. Ja, ik zeg het niet gauw, maar ik meen het echt. Het is een van de weinige keren, mensen, dat ik gewoon een satétje gewoon... ik hoef er niet eens te bijten, gewoon. Dit kun je gewoon ook eten als ik straks geen gebit meer heb. Dan hoop ik ooit weer een keer zo'n steekje te eten. Ga doorsliggen. Nee,
zo doorgaan. En wat heb je daar nog bij liggen? Wat is dat? Biefstuk. Dat ziet er ook even lekker uit, hè? Ja, dat klopt. Ik weet niet of ik nog aan de show toekom vandaag. Fysicist is lekker bezig. Ik ben net ook geweest. Ruim een kwartiertje gezeten. Nou, ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Dus ga gezellig mee naar de Jopie Parlevliet Show. Daar gaan we. Welkom bij de Jopie Parlevliet Show. Genoeg over mezelf. We gaan door naar de gast van vanavond. Iedereen kent hem en iedereen houdt van hem. Van hoog tot laag, oud jong. Van de derde generatie Marokkanen tot welke professor in dit land dan ook. Heel gewoon probleem. Het is wat het is, niet meer en niet minder. De leukste zigeuner van Nederland. Hier is Frans die Bauer. De show zit erop. Ik ga weer naar huis. Uurtje in de auto. Eén ding. Jopie Parlevliet. Ontzettend leuk. Zeker de moeite waard om naar te kijken. Het is lachen, gieren, brullen. Het is serieus. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik gewoon een superleuke dag heb gehad. Nou, zoals altijd. Blijf kijken naar de vlogs. En tot vlogs allemaal. Groetjes. Ondertussen zitten we hier lekker te ontbijten. Iedereen heeft lekker eten hier op het bord liggen. Ook gezonde dingen. Ik zie hier eieren met ham. Smaakt het, Fransje? Lucas heeft dan een pannenkoek op. Heeft hij helemaal op, zie ik overigens.